We horen het de engelen zingen in het kerstevangelie. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. Maar is die vrede in meer dan 2000 jaar eigenlijk wel dichterbij gekomen? En hoe komt het toch dat we er niet in slagen de vrede op aarde te bereiken? Is dat de schuld van God? De 20e eeuw werd gekenmerkt door een veelheid aan goddeloze regimes die op grote schaal mensen hebben uitgemoord. We denken aan de Shoah, de Jodenvervolging door de nazi's en de nazi-vervolging van andere groepen zoals zigeuners en homoseksuelen. Aan de nog grotere aantallen slachtoffers van het Stalin-regime en de massale slachtingen onder de dictatuur van Pol Pot in Cambodja. Maar de eeuw begon al met de volkerenmoord in Duits Zuidwest-Afrika en de Armeense genocide. Velen geven godsdienst en religie de schuld van geweld en oorlogen. Daar kan wel iets van waar zijn, maar goddeloosheid zal niet de oplossing zijn. Dat heeft de vorige eeuw ons wel geleerd. Ik ben dankbaar voor de inzet van Paus Franciscus, voor de broederschap van alle mensen en een vredelievend karakter onder alle godsdiensten. Op dit moment wordt de vrede in de wereld eveneens bedreigd. Bedreigd door een onzichtbare vijand, muterende virussen zaaien wereldwijd ziekte en dood. Door een ongekend hoog aantal vluchtelingen ook. 82,4 miljoen mensen zijn, aldus de cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie, op de vlucht voor oorlog en geweld. Door klimaatverandering ook, die het voortbestaan van mens en dier bedreigt en die gerelateerd is aan het consumptiegedrag van de rijke landen. De hand van de mens is ook hier onmiskenbaar aanwezig. Hoe komt het toch dat we geen halt weten toe te roepen aan de toenemende bedreigingen van de vrede? Als we het lijstje van de treurige feiten overzien, kunnen we niet anders dan erkennen dat mensen en menselijk gedrag een enorme rol hierin hebben gespeeld. Is het juist om de schuld bij God neer te leggen? God die ons geschapen heeft met een vrije wil en een eigen verantwoordelijkheid? Het zijn mensen die steeds weer hebben gekozen voor een verkeerd begrepen eigenbelang. Helaas is die mensheid er niet in geslaagd de bedreigingen op wereldschaal aan te pakken. Maar de problemen komen steeds dichterbij. De vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis en de pandemie zijn niet langer ver van ons bedshows. Het kerstverhaal blijft in deze situatie onverminderd actueel. Misschien moet ik wel zeggen dat het meer actueel is dan ooit tevoren. Het evangelie van Lucas gaat over een jong paar dat een kindje gaat krijgen. Maria verwacht haar zoon, Jezus Christus, Gods zoon, de verlosser van de wereld. Het verhaal van zijn geboorte begint met de onzekerheid van het menselijk bestaan. Maria en Jozef moeten op reis om zich op bevel van de keizer te laten inschrijven. Het is een lange tocht en niet zonder gevaar. Eenmaal op hun bestemming aangekomen, lukt het Maria en Jozef niet om een herberg te vinden waar ze kunnen overnachten. Er is voor hen geen plaats. De nood van de hoogzwangere moeder en haar man, die niet weten hoe het zal aflopen en waar ze terecht kunnen, is een menselijke ervaring van onzekerheid
en je overgeleverd voelen aan een situatie die we in de tijd van deze pandemie gemakkelijker kunnen herkennen. Wat zal er gebeuren? Waar gaat het naartoe? Veel is onzeker. De grootheid van dit paar, van Maria en Jozef, bestaat erin dat zij de onzekerheid van hun bestaan hebben aanvaard en op God bleven vertrouwen. Zij vonden innerlijke rust in de betekenis van de naam van God die luidt: Ik zal met u zijn. Het kind kwam ter wereld in een plaats voor dieren. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Rondtrekkende herders, mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats, zij waren de eerste bezoekers. De ouders moesten vluchten voor een moordlustige despoot. Zo deelden Maria en Jozef met het kind het lot van de vluchteling en de arme voor wie in deze wereld geen plaats is. In 1967 deed de heilige paus Paulus VI in zijn encycliek Populorum Progressio al een oproep tot wereldwijde solidariteit om de ontwikkelingslanden te helpen. Ontwikkeling is de nieuwe naam voor vrede, schreef hij toen in nummer 76 van die encycliek. De heilige paus Johannes Paulus II herhaalde die oproep tot solidariteit in een nieuwe encycliek 20 jaar later, Sollicitudo Rei Socialis. Helaas zijn we er weer 35 jaar later nog steeds niet in geslaagd ontwikkeling en welvaart eerlijk te verdelen en lijken goddeloosheid en ikgerichtheid eerder toe te nemen. Dit is zich nu tegen ons aan het keren. Het is 5:05. We moeten iets doen. Wat mij betreft zou de conclusie moeten zijn dat we de boodschap van het evangelie en van de sociale leer van de kerk, die op dat evangelie is gestoeld, meer en breder moeten laten klinken, gepaard aan inzet voor sociale rechtvaardigheid. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde. God dienen en de naaste. Het eerste en tweede gebod zijn één. Als de ander, met een hoofdletter, en de anderen niet binnen onze horizon vallen, dan gaat er iets mis. Van harte wens ik u allen, ondanks de moeilijke situatie van de pandemie, een zalig kerstmis toe. Dat de vreugde om de geboorte van onze heiland en verlosser ook uw hart mag verblijden. En misschien hebt u het wel gehoord dat er dit keer tijdens het woord van de bisschop wel wat meer achtergrondgeluid was dan normaal. Maar dat komt omdat in de kathedraal momenteel kerst in de crypte bezig is. En heel veel mensen komen de kathedraal binnenwandelen om dat kerstgebeuren in de crypte met eigen ogen te kunnen bewonderen. Ik hoop dat u ook in dat kerstgebeuren mag binnengaan, vooral ook geestelijk. En natuurlijk ook welkom hier in de kathedraal. En in ieder geval voor u allen nogmaals een zalig kerstmis.